In Daliat al-Karmel wonen vooral Druzen, een Arabisch sprekende gemeenschap in Israël. Hier is nog veel boosheid over de Joodse nazistaatwet, die in juli werd aangenomen. De meeste Druzen zijn loyaal aan Israël en een groot deel van hen dient in het Israëlische leger. Burgemeester Rafik Halabi is een van de leiders van het protest tegen de wet. I was an officer in the army and I feel now that I was sell out. That's all. I was sell out exactly because if after so many years we are paying all of our duties and now just to get the flick in your face, it's really hard. Halabi heeft protesten georganiseerd en een petitie ingediend bij het Hoge Rechtshof om de wet te herzien. De nazistaatwet, een zogenoemde basiswet, werd na jaren fel debat aangenomen. Basiswetten vormen uiteindelijk samen de grondwet in Israël. Zeu rega mechonen betoldot atzionut betoldot medinat Israël. Voorstanders van de wet zeggen dat het vanzelfsprekend is om vast te leggen dat Israël een Joodse staat is en dat het vooral symbolisch is. Amir Fuchs adviseerde het parlement over de wet. Volgens hem mist er een belangrijke paragraaf. It should be stating very clearly that A, we define this as the nation state of some people. B, we respect all our minorities and this is lacking. We want to live in a democratic state. You call it Jewish, call it Jewish. Hello. But it must be with equal right, with justice, and that's all. De kans is klein dat het Hoge Rechtshof de wet verwerpt, maar de burgemeester geeft niet op. We must continue the protest because we are protesting and struggling for the nature of this country. Israel cannot live in this mode.